Bezoekers van deze supermarkt in Groenoord konden donderdag zomaar terechtkomen in een diepgravende discussie over voeding. De campagne Trommel zonder rommel werd afgetrapt. Het doel? In gesprek gaan met ouders en kinderen over wat je zoal meegeeft in de broodtrommel. Of wat je in de pauze haalt in de supermarkt. Het verhaal wat we gaan vertellen is eigenlijk eerst in gesprek gaan van, nou ja, wat nemen jullie allemaal mee? Ben je ervan bewust of dat wel gezond is of wellicht ongezond? En gaan kijken ook en zich ervan bewust maken, ja, hoe gezond of ongezond het is. En als het ongezond is, hoe kan het dan gezonder? Vooral bewust te worden wat gezonde voeding is. En ouders te laten zien van, joh, wat kan je kind nou het beste meegeven? Dat ze zich goed voelen op school, goed kunnen concentreren en echt de energie krijgen die ze nodig hebben. En dat het ook niet altijd 100% helemaal gezond hoeft te zijn. Dat er best wel een mix mag zijn. Met bijvoorbeeld ook een koekje of iets van chocoladepasta of zo. Ongezond af en toe mag ook, maar wel met mate. Maar het is gewoon belangrijk dat over het algemeen de gezonde keus gemaakt wordt door iedereen. Gezonde voeding, dat is echt heel belangrijk. Als organisatie pleiten we natuurlijk ook al jaren voor BTW. Geen BTW op groente en fruit. Dan dit soort initiatieven werken we dan graag aan mee. De campagne richt zich primair op de ouders van basisschoolleerlingen. Maar zo rond lunchtijd komt er ook een hele groep middelbare scholieren langs. Voor een lunch of een andere, vaak ongezonde hap. Doorgaans geen snoepkomkommers en snoeptomaatjes. Dat gaat vaak wel de andere kant op en dan toch wel de ongezonde dingen. Dus denk ik dat het alleen maar goed is dat er dan zo'n initiatief als dit daar wel aan kan mee helpen om ervoor te zorgen dat ze toch wel andere keuzes gaan maken. Ik weet wel dat jongeren en kinderen het altijd wel heel interessant vinden om te zien hoeveel suikers bijvoorbeeld overal in zitten. En waarom bijvoorbeeld bruin brood beter is dan wit brood. Dat ze dat altijd wel heel leuk vinden om te horen. Of moet het frikandellenbroodje en de appelflap toch nog iets duurder worden? Ik betwijfel of die studenten dan vanwege de prijs een andere keuze gaan maken. Ik denk echt dat we het ze moeten vertellen wat dan het belang ervan is om gezond te eten. Ik zie het in mijn praktijk ook heel veel. De jongeren gaan het toch wel halen. En dan probeer ik ze gewoon uit te leggen. Maar je probeert dan in ieder geval niet elke dag te doen. Probeer daar een beetje balans in te vinden. Maar deze campagne is ook echt wel ook voor kinderen op de basisschool. En die hebben natuurlijk iets minder die verleiding om zelf naar de supermarkt te mogen. Elk gesprek over voeding is er één. Zo ziet Jock het. Ondertussen haalde uw verslaggever ook even lunch. En ja, die appelflap, je kan hem toch niet laten liggen. Sorry.